Nou, om het heel goed te laten zien, doe je je voeten voor elkaar. Probeer je niet tegen te houden. En dan ga ik een asymmetrie aanbrengen tussen links en rechts. Nou, doe je ogen maar dicht. Niet bang te zijn. Dat was omdat ik de richting van de stroom heb veranderd. En als ik haar nou vraag om een stukje te lopen over een denkbeeldig lijntje, mag ze dan het ogen open doen? En dan zal ik zo nu en dan even alles omdraaien. Daar gaat ze. Hou je hand er maar tegen, plat, plak, goed contact maken. Wat gebeurt er als je andere even gaan uitvalt? Naar rechts.